Goedenavond, RTV Katwijk Sport. Het is maandag 4 maart 2013. Ja, het is de maand maart en dat betekent voor veel voetbalclubs afhaken of meedoen om de titel. Welkom bij de voetbaltafel vanavond met twee gasten. Allereerst aan mijn linkerhand Dick Heemskerk, assistenttrainer van de Rijnsburgse Boys. Afgelopen weekend 0-0 spelend tegen Barendrecht. Dick, goedenavond. Welkom, fijn dat je er bent. Goedenavond. Naast hem onze vaste sportanalist op de maandagavond hier bij de Sport van RTV Katwijk, oftewel Robert Binkhorst. Robert, ook jij. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Fijn, goedenavond. Ja, Dick, het is maart en Rijnsburgse Boys weet nu al dat het nergens meer voor speelt. Dat is volgens mij een tijd geleden. Ja, als jij doelt dat Rijnsburgse Boys op dit moment nergens meer voor speelt en je doelt er met name op de titel, dan denk ik dat het zeer realistisch is, ja, dat we daar niet meer voor spelen. Waar het niet dat wij in ieder geval toch altijd wel proberen om ons wel doelen te blijven stellen. En wij hebben absoluut, hebben we zeker nog wel een doel. En dat is de resterende wedstrijden van deze competitie zoveel mogelijk punten trachten bij elkaar te spelen. En we zijn hoog mogelijke plaats te eindigen. En ja, waarbij wellicht plaats nummer 3 nog iets is om naar te streven. Kortom, het kaarsje is nog niet uit, begrijp ik. Nee, kaasje zeker niet uit. En zeker niet bij ons. En dan bedoel ik uit de technische staf, medische staf en alles rondom die A-selectie. En als ik ook zie hoe een overgroot gedeelte van die groep toch ook nog traint en de wedstrijden beleeft, dan heb ik absoluut niet de indruk dat het kaasje uit is. Robert, jij was afgelopen zaterdag bij de wedstrijd in de hoofdklasse voor alle duidelijkheid tussen Terlede en Quick Boys. Quick Boys inmiddels op plek 10 in de hoofdklasse A. Ja, op een PD-plek, als ik even goed was. Ze zijn een plaatsje gezakt omdat Apeldoorn won. En ze hebben hun blik gericht op het winnen van de derde periode. En daar moeten ze ook hoog in eindigen, want anders komen ze aan het eind van het seizoen nog in een probleem om niet te degraderen. Ja. Is Terlede volgens jou inderdaad de nieuwe topklasse van de toekomst? Ja, het is een ploeg die volgens mij met dat heel goed op elkaar ingespeeld is geraakt. En ook leuk voetbal speelt. Dat heb ik vorig jaar al in de nacompetitie van ze mogen zien. Dit jaar heb ik ze niet heel vaak kunnen bekijken. Maar zoals ik het zaterdag zag, hoe ze uiteindelijk onder de druk van Quick Boys uitvoetballen in de tweede helft. Toen hun spits Jordi Thijssen, die natuurlijk ook topscorer is in de hoofdklasse. Ja, dan zie je toch wel duidelijk de vleugen van een echte kampioensploeg. En van een inderdaad een toevoeging aan de topklasse volgend seizoen. Ja. Goed, zometeen meer. Eerst kijken we even naar de uitslagen van het afgelopen sportweekend. Dat was natuurlijk het weekend van 2 maart jongsleden. Daarin dus Katwijk winst tegen Jodem Boys 4-0. Katwijk dus nog steeds op kampioenskoers. Dan Barendrecht tegen Rijnsburgse Boys. Zo meteen erover meer. 0-0 daar op de board. Terlede 1-1. Waarbij Quick Boys nog een penalty miste. Rijnvols, ook zij blijven maar winnen. Over anderhalve week ruim is dan de echte clash tegen de nummer 1 Delta Sport. Dat moet gaan beslist worden. Wie gaat kampioen worden in de eerste klasse B? Het werd afgelopen zaterdag 2-0. Valken wint soeverein met 4-1 van Gouda. Als laatste een bloedeloze 0-0 in IJsselstein tussen VVI en de dames van de Rijnvogels. Ja, een 0-0'tje dik afgelopen zaterdag op de Bongert. Is dat blijkbaar niet mee in afgelopen weekend? Nee, moeizame wedstrijd, moeilijke tegenstander. Barendrecht die had de laatste 2 wedstrijden die ze speelden, was een competitiewedstrijd en een bekerwedstrijd, 10 tegengoals te incasseren. Ja, je merkte dat er wat dat betreft toch wel een beetje angst denk ik in die ploeg zat. En dat ze één streven hadden om in ieder geval het aantal tegengoals te voorkomen dan wat te beperken. En ja, dat zag je ook wel terug in hun speelwijze. Het was toch zeer behoudend, achteroverleunend, achteruitlopend. Eén diepspitsje in de middencirkel, loeren op ons foutje, waardoor ze wellicht een counter konden plaatsen. Ja, dus dan is het per definitie zo verschrikkelijk moeilijk voetballen om daar doorheen te komen. Ja. Robert, Dick zegt net, ja goed, mogelijk kunnen we nog de derde plek bereiken met dit Rijnsburgse Boys. Ach, dat reëel of niet? Als dat overgrote deel van de spelersgroep die hij zegt nog wel zin heeft om te voetballen op zaterdag, als dat deel groot genoeg is, dan zou het wel moeten kunnen. Je zegt zelf van wij hebben er nog zin in en de begeleiding ook. Bij sommige spelers ga ik me dat hier en daar een beetje afvragen, omdat wat ik erover lees, Rijnsburg ook niet heel erg sprankelend voetbalt op dit moment. Dus ja. En Kozakken Boys is stilletjes aan een opmars begonnen, die scoren ineens heel makkelijk. En daar hebben ze vandaag even zitten uitrekenen met collega's. Die zouden ook zo nog maar naar die derde plaats kunnen gaan. En Hardenberg is ook gewoon een goed ingespeelde machine. Dus ja, er liggen van allerlei concurrenten nog op de loer. En ja, derde, het is niet wat Rijnsburg gewend is om te voetballen voor de derde plek. En jij bent kansloos inderdaad natuurlijk voor de bovenste 2. Dat is maar denk je dat er een kozaal verband is, Robert, tussen het vertrek van spelers en
naar het heilige vuur wat in de selectie nog aanwezig is? Ik ben eerlijk gezegd zelf bang van wel. Maar het is aan Dick Heemskerk en aan hoofdtrainer Nico Oosterlee om te zorgen dat dat geen effect heeft. Maar ik ben benieuwd hoe ze dat aanpakken, eerlijk gezegd. Om die groep wel scherp en fris te houden voor dat soort wedstrijden. Maar moet je niet gewoon tegen Dick zeggen, jongens, we gaan het gewoon seizoen uitspelen. En doe je gewoon lekker je best, ga lekker voetballen, frankenvrij. En we zien wat Schipstrand. Nee, dan vind ik dat je jezelf als sportman, laat ik het dan zo noemen, dat je jezelf gewoon tekort doet. Want ik denk dat je op alle mogelijke manieren, welke stand je op dit moment ook uit dan invult op de ranglijst, dat je een doel moet stellen. En dat is daarvoor ben je sportman zo hoog mogelijk eindigen. Dus ja, frankenvrij voetballen, ik zou bijna zeggen als ik daar naar luister, dan heb je het bijna over zomeravondvoetbal. Ja, dat past niet bij ons en we willen gewoon heel graag het maximale nog proberen eruit te halen wat er nog in zit. Ja. Moet Rijnsburgse Boys erop misschien ook de jeugd wat middenkans laten geven de komende week in het eerste elftal? Ja, wat zit er aan te komen in het tweede elftal? Je hebt Scott de Mooi, heb je even een tijd gehad. Maar volgens mij Mark Kabelaar. Is die geblesseerd nog of Sammy is die aan het terugkomen? Ja, Sammy Zandberg komt. Die heb ik al een paar keer zien opduiken op de diverse plekken. Dat is waar. Ja, ik weet het niet. Dat geven jullie het maar aan. Ja, weet je. Er wordt natuurlijk vrij snel en vrij makkelijk wordt er natuurlijk gezegd, en dat begrijp ik ook hoor, op het moment dat je daar vanaf de buitenkant tegenaan kijkt, van goh, moet je niet eens eigen jeugd wat dat betreft een kans gaan geven. Zeker ook met de wetenschap dat op dit moment ons tweede elftal natuurlijk fantastisch draait. Staan bovenaan, staan los, gaan waarschijnlijk kampioen worden. En natuurlijk zitten daar best wel talentvolle jongens zitten erin. En er zijn ook niet voor niets jongens die wij heel bewust ook hebben overgeheveld naar de A-selectie. En die ook gewoon 3 keer in de week meetrainen met de A-selectie. Daar waar mogelijk af en toe met een bekerwedstrijd of een vriendschappelijke wedstrijd. Dat ze ook de speelminuten maken. We blijven nog steeds een topklasser, oftewel ook een topamateur. Daar is veel mee gemoeid. En Het is wel heel makkelijk om eigenlijk dan te zeggen, ja, moet je dan niet eens een keer jonge jongens gaan inpassen. Maar het is zo'n ongelooflijk groot niveauverschil op het moment dat je met alle respect in het tweede elftal speelt bij Rijnsburg. Dat is weliswaar ook het hoogste niveau, reserve hoofdklasse. Of je speelt in het eerste elftal van Rijnsburg en dat is gewoon topklasse. Ja, het niveauverschil dat is zo groot. En ja, dan zou je eigenlijk moeten zeggen van nou, laten we alle doelstellingen die we dan toch nog hebben, bijvoorbeeld aan die derde plaats, laten we die dan laten varen om bijvoorbeeld dan daar prioriteit aan te gaan stellen. Maar, ja. Ben je dan ergens bang dat zo'n jonge jongen misschien in een niet heel erg lekker draaiende elftal ook meteen verzuipt op het moment dat je hem dieper ingooit? Ja, natuurlijk. Die kans is natuurlijk altijd aanwezig en dat je daarmee zo'n jongen misschien afbreekt. En in mijn beleving zou je er bijvoorbeeld beter voor kunnen kiezen als je zo dadelijk weer gaat starten aan een voorbereiding voor een nieuw seizoen. Dat je bijvoorbeeld met een jonge jongen zoals bijvoorbeeld dan een Sammy Zandberg, en we hebben er nog eentje, bijvoorbeeld Rob Zandberg, allebei eigen jongens, dat je bijvoorbeeld daar gewoon goede afspraken mee zou moeten kunnen maken in de voorbereidingen. Dat je zegt van joh, iedereen, zo werken we altijd, in de oefenwedstrijden die we spelen tijdens die voorbereidingsperiode, krijgen allemaal gelijke kansen, net zoveel speelminuten. Het is aan jou, Sammy Zandbergen, Rob Zandbergen, zomaar even 2 voorbeelden, om inderdaad dus die minuten die je krijgt, om daarin je kans te pakken en laat maar zien dat je inderdaad dus thuis hoort in de basis van het eerste elftal van Rijnsburg. Nou, op het moment dat ze tijdens een voorbereidingsperiode, in mijn beleving althans, als ze dat laten zien, en verdienen daarmee eventueel bij de start van de competitie een basisplaats. Ja, dan is het ook op dat moment aan hun om het te laten zien. Daar kan je ook goede afspraken over maken. Dat ze ook in die start van de competitie een keer mogen verzuipen. Om met Robert zijn woorden te spreken. Mm-hmm. En dan hoeft dat niet direct ook weer gevolgen te hebben. Maar dan moet je wel heel duidelijk laten blijken. Van jongens, op het moment dat dat een keer gebeurt, niet erg. Je bent jong, daar moet je namelijk van leren. En je kan alleen maar heel goed leren op het moment dat je op het allerhoogste niveau speelt. Want dan maak je ook je fouten waar je van kan leren. Maar op het moment dat je merkt, en dat heb je heel snel bij jonge jongens, dat er gewoon wat structureler begint te worden. Dus dat een aantal wedstrijden achtereen situaties van verzuipen. Ja, dan moet je het ook op voorbereiden. Hou er rekening mee dat het dan weer kan gebeuren. Dat je hetzij op de bank terechtkomt, dan wel een stapje terug weer moet maken naar de tweede helft. En als je daar goed mee om weet te gaan, ja, is er niks aan de hand. Dan gaan er natuurlijk een hoop spelers ook weg bij jullie aan het einde van het seizoen. Zelfs een paar naar Quick Boys en naar Katwijk. Toch 2 rivalen. Merken jullie dan ook motivatieproblemen bij die jongens om zich nog op te laden voor niks meer eigenlijk? Want je kunt niet meer ergens om spelen. Nou ja, concreet gaat in dit geval natuurlijk dan om Joost Koelman, Bart Vreken, Martijn Gootjes en Danny van der Vijver. Ik kan niet zeggen dat ik bij die mannen, dat zijn dan de 4 die naar Katwijk dan wel Quick Boys gaan, dat ik daar een motivatieprobleem zie. Nee. Vind je het ook niet voor Niek een persoonlijke nederlaag, Dick, dat jongens liever bij de buren gaan spelen? Nee, ik vind het absoluut zeker geen persoonlijke nederlaag voor Niek, omdat ik absolute overtuiging heb en ik durf wel te zeggen voor meer dan 100% dat hij met de allerbeste wil van de wereld
met die gasten bezig is. Vier keer in de week. Daarin altijd ook heel duidelijk, heel oprecht, heel eerlijk is. En ja, op het moment dat dan jongens om hen moverende redenen klaarblijkelijk dan de keuze kan maken om naar een andere club te gaan. Ja, wie is Niek en wie zijn wij om dat tegen te houden? En uiteraard probeer dat. Dat heb ik geprobeerd. Maar goed. Heeft Rijnsburgse Boys alles aan gedaan, vind jij persoonlijk, om de jongens te behouden voor Rijnsburgse Boys? Ook misschien in financieel opzicht? Ja. Ik vind bijvoorbeeld zeker naar Bart Vreken en ook zeker naar Danny van der Vijver is er werkelijk alles, maar er ook alles aan gedaan. Daar zijn zoveel gesprekken mee geweest. Ik heb zelf diverse gesprekken gevoerd met Bart. Ik heb zelf diverse gesprekken gevoerd met Danny. Omdat er toch Rijnsburgse jongens zijn. En ik ook natuurlijk een geel-zwart hart heb. En ook mijn leven lang met die club rondloop. Ik weet bijvoorbeeld dat Niek Oosterlee heeft ook zeer veel gesprekken gehad met beide mannen. De huidige voorzitter Kees Driebergen en zijn aanstaande opvolger Ad Hendriksen. Die hebben er ook al heel wat vlieguren in zitten om met die gasten te gaan praten. Dus ja, weet je... Als jij met ze praat, wat hoor je dan? Wat zeggen ze dan tegen je? Van, ik kan het niet meer opbrengen. Nog een jaar in Rijnsburg of nog een jaar Niek Oosterlee. Of ik wil gewoon wat anders. Wat zegt zo'n Bart Vreken dan tegen jou? Ah, dan weet je, daar hoef ik helemaal niet geheimzinnig over te doen. Wat Bart letterlijk tegen mij heeft gezegd, dat is... ik stelde in eerste instantie de vraag van, joh, Bart, vertel eens. Wat zou er voor nodig zijn om jou volgend seizoen nog op de middelmast te hebben? Dan heeft hij een aantal redenen genoemd. En het was 1, dat hij een stukje financiële waardering miste. 2, dat hij graag wilde spelen op de wijze waarop we de laatste week uit speelden. Dus dat is inderdaad met iemand bij zich die een absolute mandekker is. En waardoor hij aan zijn favoriete spelletje toekomt door de voetballen continu in te schuiven. En 3 was dat hij heel graag wilde naar volgend seizoen toe dat er snelle vleugelspitsen bij zouden komen. En toen heb ik ook zelf letterlijk aan Bart gevraagd van joh, op het moment dat die 3 punten, want dat waren de 3 punten die hij noemde, als die geheel of zoveel mogelijk ingevuld zouden kunnen worden, is dan inderdaad de kans groot dat je volgend seizoen nog steeds op de middenbord speelt. Nou, en het antwoord was bevestigend. En toen heb ik ook gevraagd aan Bart, omdat altijd de gesprekken gevoerd worden door Kees Driebergen met de Rijnsburgse jongens, dat is historisch zo gegroeid, die gesprekken met de Rijnsburgse jongens doet Kees Driebergen. Bart, vind je het goed dat ik vanavond nog contact zoek met Kees Driebergen en zijn aanstaande opvolger Ad Hendriksen, zodat zij kunnen gaan bekijken in hoeverre dus die punten opgelost kunnen worden? Nou, Bart die vond dat goed. En dat heb ik ook gedaan. En daarna is ook het gesprek geweest met Bart, met Kees Driebergen en Ad Hendriksen. Maar was dus kennelijk toch niet tegen te houden. Dus dan moet of Kees Driebergen hebben teleurgesteld of Bart Vreken moet jullie hebben teleurgesteld dat hij toch een andere weg op gaat. Nou, weet je... wat ik zelf, maar dat is heel persoonlijk wat ik nu zeg, wat ik ontzettend teleurstellend vind, dat is dat op het moment dat je 4 keer in de week met jongens op het veld staat, en met sommigen zelfs al jarenlang, ja, dat het klaarblijkelijk tegenwoordig niet meer mogelijk is om bijvoorbeeld gewoon even 1-op-1, face-to-face, persoonlijk elkaar te vertellen wat je bezighoudt, wat eventuele redenen zijn voor je vertrek. En überhaupt het meedelen van je vertrek en het meedelen aan welke club je vertrekt. Ja, dat moet dan klaarblijkelijk tegenwoordig via social media. Dat vind ik echt jammer. Dat vind ik teleurstellend. Ja, las het op Twitter of op een website. Ja. En niet, je hoort het niet uit de mond van Bart Vreken zelf. Nee. Nee. Kortom, er is een hoop gebeurd. We hadden 2 geleden hadden wij Raymond Kolder te gast. Afscheid nemen over Rijnsburgse Boys. En die vertelde mij, ja, gezien alle prikken bij Rijnsburgse Boys, de uittocht, de verbouwing die eraan zit te komen... Als ik niet Oosterlee geweest had, zei hij, had ik waarschijnlijk gezegd, ik stop bij Rijnsburgse Boys. Wat vind je ervan? Nou, weet je, dat is ook weer iets dat siert Niek ook. Het moment bijvoorbeeld, want daar denk ik nu spontaan aan bij het stellen van deze vraag aan jou, Jaap. Waar ik spontaan aan denk, was het moment dat hij begon aan de klus bij Rijnsburgse Boys. Ik vind dat je ontzettend veel lef hebt als je er op een moment instapt bij Rijnsburgse Boys, toen Niek er ook instapte. Want laten we eerlijk zijn, op dat moment een hele succesvolle periode achter de rug. Dus om die termen te spreken heb je meer te verliezen dan te winnen. Toch stapte Niek erin. En ook voor deze situatie loopt Niek ook niet weg. Want ja, Niek die vindt het weer een enorme uitdaging. Nu er weer een frisse wind gaat waaien door die selectie. En om straks weer een start te maken met een hele nieuwe selectie. Om eens te kijken van nou, welke sportieve prestaties kunnen we daarmee behalen. Maar Niek gooit zeker de handdoek niet. Nee, oké. Okay. Vorig jaar zeiden we tegen elkaar, Robert.
dit jaar moet het jaar van Nick Oosterlee worden. Dit jaar moet hij echt gaan oogsten met de selectie. Nou, niet gebeurd. Hoe lang zie je nog dat Nick Oosterlee dat Rijnsburgse Boys de tijd krijgt ervoor om dat te doen? Nou, het feit dat hij blijft betekent dat je hem dan ook meteen een paar jaar zou moeten geven. Tenzij je om weer aan die nieuwe groep te bouwen die jij zo aankondigt. Tenzij je gewoon merkt in de spelersgroep van het is uitgewerkt. Ja. Maar ja, zo gaat het dan in de voetballerij. Dan neem je afscheid van elkaar. Ben jij bij Rijnsburgse Boys op de bank voor een soort quick boy scenario? Kopen. En dan als een soort passant weer na 2 jaar vertrekken? Ja, nou ja, jullie waren in de jaren 80 geloof ik de eerste die daarmee begonnen met de spelers halen. Dus in die zin was je ooit al trendzettend. Maar Rijnsburg heeft juist de reputatie opgebouwd van de afgelopen jaren. Steeds mondjesmaat, onder de jaren met Ted Verdonkschot. Gerichte aankopen die goed qua karakter goed bij de groep pasten, die qua spel goed bij de groep pasten. Nou, die formule lijkt uitgewerkt. Dus ze moeten nu zoeken naar een nieuwe chemie. In zo'n selectie. En ja, daar moeten ze wat meer voor verversen dan anders. Ik denk dat jullie eerlijk gezegd net iets te laat zijn gaan doorselecteren. Dat jongens als Joost Koeman en Danny van der Vijven en Martijn Grootjes en Bart Vrege die nu weggaan. Dat je, en jongens die al naar het tweede een beetje zijn afgezaakt. Of een Raymond Kolder met alle respect die heel veel heeft verdiend, gewonnen. En heel veel respect ook daardoor zou moeten krijgen. Maar ja, als je iets eerder mee was begonnen, dan had je misschien niet zo'n seizoen als dit gekregen. Ja. Dat is mijn inschatting. Ik denk dat er een behoorlijke kern van waarheid in zit, Robert. Ja. Hendrik van Beelen zoekt nog een club, Dick Heemskerk. Hendrik heeft natuurlijk... Is 30 plus weliswaar, maar oké. Ja, zijn sportieve prestaties heeft hij meer dan genoeg heeft hij laten zien. Die heeft hij absoluut bewezen. Hendrik van Beelen is natuurlijk een fantastisch voetballer. Je zegt zelf inderdaad ook al 30 plus. Op het moment dat je dus naar de toekomst gaat kijken en je wil gaan werken en gaan bouwen aan een nieuwe Rijnsburgse Boys... Ja, dan is Hendrik van Beelen, denk ik, wat dat betreft geen optie. Ja. Overigens met nogmaals alle respect voor de kwaliteiten van Hendrik. En nogmaals, die heeft hij in het verleden meer dan genoeg bewezen. Maar vind je het wel raar dat een Quick Boys wel een Koelman aantrekt? Ook een 30-plusser met alle respect. En dan een Hendrik van Beelen, een eigen jongen van de club, wegstuurt. Niet meer nodig heeft. Is dat raar? Is dat dan blijkbaar nieuw beleid in het amateurvoetbal? Ik heb echt geen idee wat de redenen zijn van Quick Boys om een... Of Ted om een speler als Joost Koelman aan te trekken. Daar zullen hun ongetwijfeld redenen voor hebben. Ja, ik heb daar geen oordeel over. Als je inderdaad dat vergelijk maakt, dan komt het misschien wel raar over dat je een dertiger voor een dertiger inruilt. Ja. Ja. Nou, dat zei Ted Verdonkschot natuurlijk ook tegen mij vorige week. Dat hij best ook Martijn Grootjes had willen halen. Maar zij kan me voorstellen dat Quick Boys dat mij heeft verboden. Want je stuurt niet eerst een dertiger weg en haalt er dan een andere dertiger per se voor terug. Maar zoals ik Hendrik van Beelen zaterdag zag voetballen tegen Terleden, voorop in de strijd, de ploeg meteen in de eerste helft Terleden onder druk laten zetten. Dan denk ik van ja, Quick Boys had misschien nog wel wat aan hem gehad komend seizoen. Om zo'n groep bij de hand te nemen. Hè? Want er gaan ook weer een hoop verversingen komen. Ja. Er gaan geluiden op dat mogelijk Dennis Groot de assistent zou worden van Ted Verdonkschot. Hebben we iets over meegekregen? Ik weet daar helemaal niets van, maar ik zou het geen gekke gedachte vinden. Omdat die twee natuurlijk ook dik samen waren in een periode dat Ted bij Rijnsburg was. Ja. Duidelijk. We gaan even kijken naar het programma van komend weekend. Dat is zaterdag 9 maart. Katwijk gaat op bezoek bij FC Lisse, daar op Terspekke. Rijnsburgse Boys gaat spelen tegen een van de degradatiekandidaten op dit moment in de topklasse, oftewel Geenemuiden. Quick Boys AC, ja, dat wordt opeens een hele belangrijke wedstrijd voor Quick Boys. In het kader van, ja, raar gezegd misschien, maar degradatie wellicht. Noordorp tegen FC Rijnvols, dan SVC uit Wassenaar Scheveningen die kant op tegen Valk 68 en de Rijnvols. Die moeten gaan spelen tegen het dit seizoen zeer, zeer sterke en ook koploper tevens Barendrecht Vrouwen 1. Ja, Lisse Katwijk, Robert. Lisse hebben natuurlijk de titelrace moeten opgeven. Ja, is wat teruggevallen ook afgelopen keren, Lisse, de afgelopen weken. Ik kom een beetje in hetzelfde schuitje als Rijnsburg, zijn eigenlijk klaar. Maar goed, zou het ergens het zonde voor wat daar is opgebouwd in de afgelopen jaren. Ze zijn natuurlijk ook met een klein budget in de topklasse begonnen. Vrij moeilijke seizoenen gehad in ieder geval voor de winterstop. En spelen ineens heel leuk, geolied. En ja, geven het zomaar weg. Het is, Lisse kan die wedstrijd tegen Katwijk natuurlijk gewoon winnen. En dan wordt de titelrace ineens wel heel erg spannend. Maar jij ziet Katwijk nog steeds als titelkandidaat nummer 1 op dit moment? Ja, vooraf van het seizoen zei ik natuurlijk ook Rijnsburgse Boys. Mogelijk? Nee, bij mij niet meer. Nee?
Nee, ze winnen ook wedstrijden met geluk. En dat is voetbalcliché, hè? Dat dwing je soms ook af, hè? Ja. Rijnsbroekse Boys Genemuiden komend weekend, Dick. Volgens mij ook niet de wedstrijd waar je nou, denk ik, als supporter gelijk warm voor loopt. Met alle respect overigens, maar... Nee, dat denk ik ook niet. Weet je, zeker natuurlijk ook iedereen die Rijnsburg-minded is, die vindt vooral de club heel interessant op het moment dat ze ergens om spelen. En op het moment dat er natuurlijk nauwelijks meer om een prijs gespeeld wordt, dan zie je inderdaad dus ook dat de belangstelling in die zin dat wat afneemt. Ja. Dan zeker ook bij dergelijke wedstrijden, denk ik. Niet uitverkocht zaterdag, denk ik. Nee. Ik denk het niet, nee. Wat is er bekend, Dick, nu we het toch erover hebben, over de status van bijvoorbeeld een jongen als Van Bochhoven? Is dat over bekend? In die zin is daar het volgende over bekend, maar dat geldt net zo goed voor Damiano Schet als ook voor Jordi Stroker. Ja. Die drie mannen die hebben nog steeds één droom in hun hoofdje zitten en dat is betaald voetbal. En ze hebben aangegeven op het moment dat die droom niet verwezenlijkt wordt, nou, dan willen ze heel graag bij Rijnsburg blijven. Op het moment dat er wel een club zou komen met betaald voetbal, nou ja, dan zal, mits het een voor hen aantrekkelijke club is, zal daar de voorkeur naar uitgaan. Maar wij wel stellen van, we moeten wel een deadline afspreken. Want het kan niet zo zijn dat wij maar wachten. En in mei, juni komt er bijvoorbeeld een betaald voetbalorganisatie en zitten wij vervolgens met het probleem. Ja. Dan ben je drie van je beste spelers ook meteen kwijt, bij wijze van spreken. Al heeft dan Van Bochhoven het niet laten zien dit seizoen, maar Schet en Stroker die voldoen. In ieder geval Jordi Stroker is wel een aanwinst gebleken. Ja. Vind je trouwens alle kritiek die er was de afgelopen maanden, de afgelopen weken, dik op bijvoorbeeld Ruud Kras of op een Van Bochhoven, voor het terecht? En dan met name kritiek van de media? Klopt. Als ze te weinig hebben gebracht, te weinig hebben laten zien, niet echt een meerwaarde hebben kunnen zijn voor het huidige Rijnsburgse Boys. Vind je het terecht? Ja, weet je, op het moment dat je dat natuurlijk dergelijke meningen en uitspraken baseert op datgene wat je ziet, nou ja, datgene wat gezien wordt, dat zijn de wedstrijden. Zaterdagmiddag. Weet je, dan kan ik moeilijk zeggen dat de media datgene wat ze geuit hebben, dat ze daar, heel erg onrechtvaardig mee zijn. Ze zien zelf met eigen ogen wat de prestaties zijn tijdens wedstrijden. Dus je weet eenmaal op het moment dat je top amateurniveau speelt, dan kan soms de kritiek kan, heel positief zijn en dan geniet iedereen ervan. Maar op het moment dat je wat minder gaat, is die wat negatievere kritiek, dan moet je als grote jongen ook tegen kunnen. Ja, Schet kreeg wel een beetje te horen toen hij tegen PSV ineens zo ontzettend zijn best deed. Zo van, doe dat nou elke week, want dan hebben we veel meer aan je. Ja, klopt. Ja. Dat is wel een sneu. Ja. Andere vraag, Dick, wie nemen jullie trouwens de penalties normaliter op zaterdag, de penalties? Kevin Winter. Kevin Winter, vaste naam, geen twijfel over mogelijk. Ja. Wie doet het bij Quick Boys? Dat is een lijstje, zegt Gerard de Geus, in een volgorde, volgens mij, Anton den Haan, Hendrik van Belen en daarna pas Tommy Bekooi. Maar Bekooi eiste die bal op en Hendrik van Belen zei tegen mij van, we hebben daar niet echt een volgorde in. Hij zei, ik neem hem wel, ik schiet hem erin. Ja, wie ben ik dan om die bal op te eisen? Maar goed, het was opvallend, omdat van de band bekend staat, de keeper van Toledo, Serge van de band, dat hij penalties tegenhoudt. En Gerard de Geus noemde ook nog als argument, een beter kan een linkspoot hem dan nemen, want die schiet hem naar de moeilijke hoek van de band. Ja. En dan had Anton den Haan had hem de zaak moeten nemen. Ja. Stel je nou voor dat Kees Liebergen volgende week naar je toe komt, Dick, en zegt, ik heb nog een zak met geld voor je, Dick. Je mag één speler kiezen, de OZO wilde speler die je graag mag toevoegen, Rijnsburgse Boys, voor te doen. Welke speler zou je dan graag op je lijstje willen hebben staan? Zo, daar overval je me mee met die vraag, ja. Wie is jouw droomspeler om volgend seizoen erbij te hebben? Ik kan zelf enorm genieten van vleugelspitsen, zoals bijvoorbeeld jongens als een Donny van Ooyen en een Jonge Nelen. Dat vind ik heerlijke voetballers om te zien. Die hebben snelheid, die hebben individuele actie, onberekenbaar. Ja, en daar gaat zoveel dreiging van uit. Ja, van dergelijke type voetballers, daar hou ik wel van. Goed, ik hoop dat Katwijk meekijkt vanavond, Dick. Quick Boys staat tegen AC. Ja, ik zei net al, Robert, dat wordt een hele pikante wedstrijd komend weekend. Als Quick Boys die wedstrijd ineens verliest, dan komt AC volgens mij op één punt. En AC staat nu nog op een degradatieplaats. En ik vind AC nou niet echt een slechte ploeg hebben of zo. Nee. En Quick Boys wil nog wel eens een wedstrijd door een rare dwarrelbal opnieuw Zuid met 1-0 verliezen. Terwijl ze de hele wedstrijd op de helft van de tegenstander spelen. Dus het is echt een stormbal moet gezen worden, heet dat dan geloof ik. Hè? Ja. Gaat Ted het volgend seizoen flikken, Dick? Je kent Ted heel goed. Gaat dit flikken volgend seizoen, denk je? Ja, weet je, met datgene wat er inmiddels allemaal al gehaald is aan versterkingen, want het is nogal wat natuurlijk wat er gehaald is bij Quick Boys, is die denk ik bijna aan zijn stand verplicht om daarmee te gaan oogsten. Meteen al in het eerste jaar en dan daarmee naar de topklasse te promoveren, ja. Dat lijkt mij ook dan. Want ik denk dat op het moment dat
niet gaan gebeuren, ja, dan wordt het denk ik toch vrij heet daar op Nieuw-Zuid. Goed, we gaan het meemaken. Laatste vraag, Rijnsburgse Boys Gene Muiden, jouw prognose voor zaterdag? 3-1. 3-1. Lisse Katwijk, wat wordt dat denk je komend weekend, Robert? 2-4. 2-4. Goed. Mooie open wedstrijd. Ja. Goed. Gaan we doen. Dit was de voetbaltafel. Nog wat laatste nieuws over bijvoorbeeld de grasshoppers. Goed en slecht nieuws. Goed nieuws voor de heren. Zij wonnen afgelopen weekend van de koploper. Jazeker, dat zijn de jugglers met 2 punten verschil. 67 moet ik zeggen tegen 65. En de dames, ja, die verloren weer thuis met 10 punten verschil van CTO. En dat betekent voor de dames van Ivo Boom dat promotie, in ieder geval play-off promotie, laat ik het zo zeggen, dat nu heel klein geworden is. Komend weekend wordt de thriller en dan moet men spelen tegen Lek Detek in Bemmel. Verlies betekent uitschakeling en de winst zou nog een klein kansje betekenen op deelname aan de play-offs. Dan de korfballers van Mathieu uit Rijnsburg zijn verloren met 1 punt verschil tegen DOS Westbroek. En goed nieuws ook voor de waterpoloers. Zij wisten allebei te winnen, zowel de heren als de dames. Wat dat betreft, dat is goed nieuws. Dank aan Robert Minkhorst voor je bijdrage weer vanavond. Graag gedaan. Graag tot volgende maand, zou ik zeggen. Graag. En dik jij succes. En dank ook voor je openhartigheid vanavond hier bij de sport. Succes tegen Gene Muiden en de rest van het seizoen. Dank je wel, ja. Dit was de sport van RTV Katwijk. Aanstaande vrijdagavond op de radio vanaf 7:15 ongeveer hebben wij uitgebreid aandacht voor tennis in de gemeente Katwijk. Dan aan tafel de 3 voorzitters van TCMVKV, TC Valkenburg en ook van de Rijnsburgse tennisvereniging de Rijnkanters. Dus kortom, praten over de tennissport in Katwijk komende dinsdagavond. Ook nieuws over de veiling komende vrijdagavond, want komende vrijdag op 8 maart vindt bij Katwijk, VV Katwijk, de jaarlijkse veiling plaats, oftewel de Katwijkse veiling. Zaterdag zijn we er weer met veel voetbal vanaf 2 uur. En voor meer nieuws zou ik zeggen, kijk op onze website sport.rtvkatwijk.nl. Dit was de voetbaltafel van maandag 4 maart. Ik zou zeggen, nog een fijne week en tot ziens. Dag.